de jaren 70, daar is voor het eerst film volwassen geworden in Nederland. Omdat er toen films werden gemaakt. Goeie, minder goeie, een paar uitstekende, succesvolle, commerciële, niet zo commerciële. Waren daar ineens de Wat Zie Niks en de Turks Fruit en de Soldaat van Oranje en noem maar op. When we came to that theater and I still remind that way around the block that's impossible. People don't line her up for a Dutch movie ever. En toen bleek dat kleine reetje zich dus om te buigen, om die hele bioscoop heen, weer om die hele bioscoop heen, weer om die hele bioscoop heen. Dus wat wij voor een klein reetje aanzagen, bleken een paar duizend mensen te zijn die in de rij stonden voor de aanschaf van die dingen. Tot onze verbijstering. Het gekke was dat daardoor tal van andere films ook meegesleept werden. Met name Pim en Wim. Blue Movie was een gigantisch succes. Even groot als Wat Zie Ik, maar misschien wel groter. Gelukkig ben ik met Wim een tijdje, 7 jaar lang miljonair geweest. En toen heb ik gemerkt dat als je 4 miljoen hebt, wil je 40 miljoen hebben. Heb je 40 miljoen, wil je 400 miljoen. Heb je 400 miljoen, wil je 4 miljard. Echt waar. Ik bedoel, als ik een moment van depressie kende, dan ging ik op zaterdagavond of op vrijdagavond of zelfs op zondagmiddag even naar de city toe en zag het woordje uitverkocht en kon weer de hele week verder. Uitverkocht, daar word je totaal aan verslaafd aan het woord. Tussen 1970 en 1975 zijn er nog nooit zoveel mensen voor de Nederlandse film naar de bioscoop gegaan. Met als absolute uitschieter natuurlijk Turks Fruit. Met 3,4 miljoen bezoekers. Veel films in die tijd kenmerkten zich door hun seksuele karakter. Maar de vraag is of alleen die expliciete seks de mensen de zaal binnenlokte. In ieder geval was Mira van Fons Rademakers de eerste film waar de nodige ophef over ontstond. Ik weet alleen dat in die tijd dat ik Mira deed en Willeke van Ammerooy een momentje op blote kont staat, dat wat ik eigenlijk vrij normaal vond, dat was iets ongelooflijks was dat. En die film was, mag die wel vertoond worden, begrijp je, een enorm gedoe om me heen. Draai om. Die neemt uw gezicht naar de deur. En betekende dat er daardoor meer mensen naar de bioscoop kwamen? Nou, bij Mira was het zeker het geval, want er werd zoveel gepraat over dat blote, dat daardoor werd het aantrekkelijk. Toen heb ik gevraagd aan Fons. Ik wil dat ze geen mensen op de set zijn die er niet hoeven te zijn. En ik wil niet dat je mijn kuthaartjes laat zien. Ik zeg, je moet zo filmen dat je dat niet ziet. Dat wil ik niet. Maar die kwamen frontaal in beeld. Ja, dat heb ik pas later gezien, die schurk. Heb je gekeken, valsaar? Doe ogen toe. Ik zal u leren. Ik heb niet aan seks gedacht eigenlijk toen. Je hebt het niet expliciet erin gestopt absoluut omdat het kon. Absoluut niet. Daar, voor straf. Omdat je gekeken hebt. Voilà. En nu moet je tot 25 tellen. Kom maar. Dank u. Kom staan. De verfilming van de teleurgang van de Watteau. Ik geloof namelijk dat die roman het meeste appeal heeft met de tijd van nu. Een wanbegrip van oudere mensen voor jonge mensen. Maar tegelijkertijd denk ik, verdomme, wij in onze tijd mochten dat maar niet en konden dat maar niet. En zijn eigenlijk jaloers ook. En die jeugd is, geloof ik, op een unieke manier in de wereldliteratuur verbeeld door Streuvels in de figuur van Mira in deze roman. Dat is werkelijk uniek geworden. Is het niet beter zo? Zij was een meisje die dat deed, begreep je? Met die jongen naar bed gaan en hup alles uit, dan ben ik. En dat had te maken met haar karakter. Het was niet van, ik wil bloot laten zien, heb ik een gedurfde scène, begrijp je? Ik ga je opeten. Wat er echt sexy aan was die kus op die buik. Die buik als een persik. En het zwemmen met Jan de Cler. Dat was sensueel. Dat was prachtig. En dat was het succes van de film. En dat was mooi. Mira was ongetwijfeld de eerste die eigenlijk de mensen op het idee heeft gebracht dat een Nederlandse film best eens een zekere waarde kon hebben en een zekere artistieke diepgang eigenlijk. En daar hebben dus de films die Pim en Wim en ik en anderen hebben gemaakt, hebben dat in het begin van de jaren 70
buitengewoon benadrukt. Was Wat zien ik de eerste zo'n beetje? Wat zien ik kwam uit, toen Blue Movie en toen Turks Fruit. Voor 25 piek kan je niet alles hebben. Dit moet ook uit. Nog 25 piek erbij. Krijg. Oh, wat een lekkere mop ben jij. Naakt, ik ben het helemaal naakt. Oh, je maakt me helemaal geil. Gek. Nog 100 gulden erbij, jij mag ook helemaal naakt. Huh? Wat zeg je daarvan? Ja. Waar heb jij zo lang op een droogje gezeten? In Afrika. Bij de ontwikkelingshulp. En nergens een lekker stuk in de buurt. Ja, één. Een Nederlandse. Oh, en? Maar dat was enorm! Ron Howard had voor een vriendenprijsje dat boek wat het niet meer zo goed deed van Albert Mol kunnen kopen. En die gaf dat boek aan ons. Toen heb ik dat boek gelezen en ben daarna naar de Bruna-winkel toegesneld om te vragen, wie leest dit in godsnaam? Toen zei ze, dat weten we niet, maar het wordt gekocht door vooral oudere vrouwen die een zoon hebben, meestal een nicht, die in de verpleging zit. Dus wij dachten, nou ja, dat zal wel niet zo'n enorm publiek zijn. Maar jee, we konden een speelfilm maken. Niet doen! Nee. Ze liggen hier over elkaar heen. Dit, zo. Zo, komen ze overeind? Schof. Zo, godzak. Ik wil toch een aandenken van mijn moeder. Speter zo. Actie. We zaten eruit. De tijdgeest was dat alles kon. En dat, op seksueel gebied? Op elk gebied. Je kreeg toen, geloof ik, ook niet meer zoveel moeilijkheden als je in Amsterdam ergens een bewustzijnsvernauwend grasje tot je nam. Naakt, in films bloot, kwam toen overwaaien, veel uit Oostenrijk, Duitsland, maar voornamelijk ook uit Amerika. It was like incredible freedom, and you know, like, I remember, like, dance parties where it was half-naked women, braless. Met name was natuurlijk vrouwen de pil konden gaan gebruiken nu, hè. Daardoor kon iedereen, kon de vrouw ook zeggen, ik heb zin en doe maar meteen, ja? Zonder dat er een gevaar was. Dus de acteurs die beschikbaar waren om bloot in een film te spelen, die waren ook deel van die tijdgeest. De seksfilm, en dan niet de weinig filmische werkjes van het postorderbedrijf, maar de echte bioscoopfilm, heeft nu ook Nederland bereikt. Dat wil zeggen, de echte harde pornoprent, waarin de Amerikaanse onderwereld kennelijk een nieuwe bron van inkomsten heeft ontdekt. Dat is dus een soort film dat in de bioscopen draait, is een soort waarbij de film zo zeer duidelijk probeert te laten zien, zo duidelijk dat er geen misverstand meer mogelijk is, dat hier werkelijk geslachtsgemeenschap plaatsvindt. Paramaribo. Ik ben op weg naar Pim de la Parra, die sinds 1996 weer in zijn vaderland woont. Pim de la Parra is met filmmaker Wim Verstappen de pionier op het gebied van seks in de Nederlandse film. 79. Dit moet het zijn. Hoe kom ik hierin? Nou, goedemiddag. Goedemiddag. Jeroen, welkom. Ik kom je in dit mooie huis interviewen. Ik ben in dit huis geboren en vermoedelijk ook verwekt. Gaan we nu naar de voorzaal, noemen ze dat. Blue Movie is ontstaan in het huis van Wim, waar hij toen woonde. De titel heb ik bedacht, Blue Movie. Wim was iemand die erg goed kon calculeren. Hij zag, verdomme, we hebben nou al 4 films gemaakt en nog geen zoden aan de dijk. Nog geen geld verdiend in dit landje. Geld is geld, dat is business. Ja, zeker, maar het punt is dat nog steeds, al worden er films gemaakt. Maar dat is het belangrijkste punt van filmmaken ergens. Als je dat niet kunt, geld organiseren, dan ben je geen filmmaker. En toen heeft hij inderdaad gedacht, hey, dan die Blue Movie. En het zou eigenlijk een seksuele voorlichtingsfilm zijn voor volwassenen. Want daar hadden we een statement te maken in Nederland. We wilden mensen toch vertrouwder maken met de geneugten van de kunst van het liefdespel. Ja.
Wim zei tot mij, Pim, we moeten een paar kanjers in deze film hebben. Karitefse, dat is mooi, maar als we Kees Brusse in deze film zouden hebben, ik heb een geweldige rol voor hem, als hij die rol speelt, nou dan komt die film, dan wordt die film, door de Nederlander goed ontvangen. Ik dacht, dat is leuk. Dus ze komen bij mij, zei ja, dat is een kleine rol. Zoudt u, het is alleen maar een professor in een kamer en voor de rest, zoudt u dat voor ons willen doen? Toen dacht ik, en dat meen ik uit diepst van mijn hart, ik denk, die jongens moeten we helpen. Dus ik zei ja. Nou, toen ik had gezegd dat we dachten 5000 gulden voor die rol, toen zag ik iets twinkelen in de ogen van Kees Brusse. Aber Bernhard vermist ik haar. Er liebt affen. Wat is een mens? Een aap met een geprononceerde kin. Zien Sie? Daarom kennen wij elkaar ook. Van gezicht en niet aan de billen. Dat is Bernhard. En de scènetjes die ik deed waren met een of andere Duitse schone dame. Voor de rest weet ik het niet. Voor de rest weet ik niets van de film. Weg. Dus ik heb hem nooit gezien. Maar goed, de film wordt uitgebracht. Tot ik met grote letters mijn naam hoor. Ik zou je sterker zeggen, ik heb de film nooit gezien. En hoor dat dat een soort erotisch, seksachtige film is. Met een gewip zonder eind. Hè? Maar wist hij in wat voor soort film die terecht kwam? Hij had sympathie voor Pim en Wim omdat wij jonge Turken waren, toch? Ja, maar wat voor soort film, vroeg ik. Nou, Wim heeft hem natuurlijk precies verteld wat die rol zou zijn van zo'n professor die apen en een jongere vrouw. Ja, de rol, maar de film. Ik heb nooit begrepen dat Kees spijt heeft gehad van zijn spelen in. Nou, Kees vertelde mij dat hij dus helemaal niet wist waar de film over ging. Dat was hem niet verteld. En hij heeft hem ook nooit gezien. Ik wist niet wie man dat neemt. Maar het gefiel me zeer. Ik wist het niet. En ik heb ze echt willen helpen. En ik vond het ook min of meer een rotstreek van ze. Dat ze het me niet verteld hebben. In 1980 interviewt journalist Ruud ten Drijver de beruchte Nederlandse filmmakers Paul Verhoeven en Wim Verstappen. Je bent te laat. We hebben het net gehad. Waar het allemaal ging. Ja, heb je niet gehoord dat u ziet wijten? Nee. Nou, dan zijn je een beetje laat gekomen. Het gaat mij om het hypocriete ervan. Dus van wie? Nou, van films in het algemeen, hoe ze gepresenteerd worden. Ja, een beetje seks erin, een beetje neuken erin en dan achteraf zeggen dat het was om het maatschappijkritische karakter ervan of zo. Maar wat lul je nou, man? Dat heb ik nog nooit in mijn mond gehad, een maatschappijkritisch karakter. Een spet is maatschappijkritisch karakter, dat is wel over onzin. Dat gaat hoor. Ik heb dat toch wel gehoord. Nee, maar niet van mij. Ik bedoel wat die mensen er allemaal mee lullen. Dat is weet ik veel. Dus stel dat met Blue Movie. Waarom heb je Blue Movie gemaakt? Toch ook alleen omdat je het leuk vond? Daarom, ja. Die film is gemaakt omdat ik dacht, ik heb een methode bedacht. Ik kan een pik stijf laten worden voor de camera. En de keuring moet het erdoor laten. En dat is mijn lol aan Blue Movie. Omdat ik dacht, als ik zo'n verhaal heb, dan kan ik dat doen. En dat lul ik door elke keuring ter wereld. De commissie heeft de film in eerste instantie afgewezen. Toen heeft Wim intellectueel een truc uit de kast gehaald. Hij heeft met zijn voorkeur en kennis van het werk van Simon Vestdijk, heeft hij een essay, De Toekomst der Religie, heeft hij te pakken gekregen. Daar is hij smart als hij was. Waarschijnlijk 2 avonden is hij daar achter zijn tikmachine gaan. En dan heeft hij een verdediging opgesteld om de film alsnog door de keuring te lullen. Maar toen was de film goedgekeurd. Blue Movie wordt een groot succes en miljoenen mensen over de hele wereld zien de film. Ook voor Wim moet ik zeggen dat hij met een knipoog natuurlijk wel graag die kassa wilde laten rinkelen. Maar ik heb nog een papiertje in het filmmuseum waar Wim een calculatie heeft gemaakt van de door hem verwachte opbrengst van Blue Movie. En een jaar na lopen Wim en ik binnen bij de Utrechtse Cinemanifestatie. En dan zag ik een vriend, Fred van Doorn, en die zei, hoe gaat het met je? Toen zei ik, oké, maar ik ben nog geen miljonair. Gaf Wim me een stomp en zegt, deze kut dingen moet je niet meer zeggen. We zijn al een jaar miljonair.
gedaan? Het was een formule, maar het was ook meteen de rode vlag waarmee ze de barricade opgingen. En het was ook meteen het manifest van, jongens, hou op. Dit kleinsteedse, dit klein provinciale gedoe wat Nederland heet, ophouden. Blue Movie was niet alleen om miljonair te worden. Misschien wel, maar dan heb ik ze altijd echt verkeerd beoordeeld. Ik heb altijd gedacht dat het ook een soort provo-actie was. Meer dan we willen rijk worden. Nee, we willen provoceren. Door de seksuele revolutie eigenlijk van de jaren 60, 70... dat die dingen ineens mogelijk waren. Of dat je dacht, nou ja, dan kan ik gewoon filmen. Dat je niet dacht... Oh, maar iedereen ging het doen. Ook mensen die zichzelf auteur noemden. Ja. En dan heb ik het over Frans Wijs. Ja. Ik heb het over Nicolai van der Heijden. Die gingen ook het thema seks gebruiken in hun films. Dus het leek wel alsof heel een formule... Ja, heel maar goed. Maar heel veel, ja, niet zoals jij. Maar het was alsof het een formule was Frans ontdekt. Frans houdt niet over van seks, hè. Dus... Die films zijn bijna nooit. Ik denk, als ik nu echt in de waarheidsspiegel kijk, dat ik denk, nou, ik denk dat mijn eigen voyeurisme nog altijd een sterker argument was om het te doen dan dat we publiek gericht dachten, nou komen de mensen. Want, eerlijk is, het klinkt heel snobbisch, maar ik heb, wat dat betreft ben ik inderdaad nooit zo mee bezig geweest. En ik heb eigenlijk het gevoel dat de eerste keer dat ik de seksualiteit eigenlijk weer gewoon onder controle had, bij Soldaat van Oranje, erin geslaagd ben om de seksualiteit gewoon precies te gebruiken voor zover die nodig was. Het is producent Rob Hauer die de filmrechten van de succesvolle roman Turks Fruit koopt. Je kan zeggen, het is het verhaal van een liefde. En vooral van een liefde voor een vrouw. En van een vrouw die afloopt. Die vrouw die naar de verdommenis gaat. En nou komen er nogal wat schuttingboeidingen. Ja. Ook voor je in je nieuwe roman. Ja, dat heb ik niet. Dat begrijp ik nooit. Laten we zeggen, woorden als... Dat zijn voor mij zijn dat de normale, de gewone, de erotische woorden. Maar Erasmus heeft al gezegd, de lichaamsdelen waar we door voortgebracht zijn, die kunnen we niet eens zonder lachen noemen. Dat is gewoon een ontstellende infantiliteit, is dat. Dat is het. Het begin. Wat zeg je? Gerard Soeteman, de vaste scenario-schrijver van Paul Verhoeven, schreef het script van Turks Fruit. Recensent Peter van Buren heeft een goede recensie geschreven over Turks Fruit. Dat kostte de Volkskrant toen 5000 abonnees. Wat ik nog altijd een prestatie vind, nietwaar? Dat wij dat toch teweeg hebben gebracht. Waar waren ze dan kwaad over? Wat was er dan zo erg aan Turks Fruit? Ja, dat heb ik ook nooit begrepen. Ik bedoel, als je mensen met beleid en je brengt het goed in beeld een been afzaagt, dan zegt iedereen, ja, nou ja. Maar als je een jonge heer laat zien, dan springt iedereen woest op. Geweld, merkwaardigerwijs, is veel meer reçu dan liefde of erotiek of seksualiteit. En het uitgangspunt bijvoorbeeld voor mij om überhaupt Turks Fruit te willen doen, was het overlijden van mijn vader. Voor mij ging dat boek veel meer over de dood dan over erotiek. En daarom heb ik die opdrachten ook van Paul en Rob geaccepteerd. Van, zou jij willen proberen daar een scenario van te maken? Het Amerikain is in de jaren 70 het hotelrestaurant in Amsterdam, waar de filmwereld elkaar ontmoet, besprekingen heeft en contracten afsluit. En Willeke van Ammerooy was kind aan huis. Ik kreeg twee aanbiedingen tegelijk. En de ene aanbieding was Turks Fruit en de andere aanbieding was de hoofdrol in Tita Tovenaar. Dus ik had het een beetje moeilijk, want ik wilde toch liever film. Nou, toen hebben wij op een gegeven moment de screentesten gedaan. Ik heb toen ook screentesten gedaan met Rutger en met heel veel andere jongens. Mijn toenmalige vriendje Roland Rajé had auditie gedaan. Bij Paul voor Turks Fruit. En daar had ik dus via hem had ik gehoord dat er audities waren. En Hans Kemna, die het castte, die speelde toen in Maastricht. Ik ging gewoon na het stuk naar de kleedkamer en zei, hallo, ik ben Monique van der Ven. En ik zou het zo leuk vinden om eens een dagje mee te lopen. Kan dat? En die keek me zo aan en die zei, nou, kom jij maar eens een dagje casten dan.
In het begin van Turks Fruit zijn toch een heel aantal meisjes die Rutger neukt, weet je wel? Meisje met geen tieten, meisje zonder tieten, meisje met hangende tieten, meisje met dat. En allemaal nog... Die ging jij casten? Die ging je casten. En dat was heel moeilijk om te zeggen. Wil je, heb je tieten als een spiegellijn? Dat is heel moeilijk om te zeggen. Dat deed ik allemaal. In die tijd ging ik geen zenuwen te hoog. Dus hij belde me inderdaad 2 of 3 dagen later op. En zei, kom dan en dan naar Amsterdam om Paul te ontmoeten. En ik had hele leuke foto's. Toen dacht ik, goh, ik ga Paul Sok even bellen om een paar foto's. En dan neem ik die meteen voor Paul mee. Dus ik kwam binnen in Amsterdam in het huis van Hans Kemna. En zei, alsjeblieft, dit zijn mijn foto's. Je zag letterlijk de vibraties door de kamer gaan tussen Paul, die er was, en Monique. Maar het was al beslist dat Olga gespeeld zou worden door Willeke van Amerooy. Dat was al klaar. Dat wisten we al. Dat hadden we al gezegd. Er werd al over het contract werd al onderhandeld. Iemand in de filmwereld die wou voor mij bemiddelen, die had 50.000 gulden gevraagd. Ik zeg, nou, dat vind ik helemaal niet te veel, want ik moet kaal en ik moet dik worden. Ik zeg, dan kan ik tenminste nog een half jaar daarna leven om weer dun te worden en weer haar te hebben. Toen dat dus, nadat ze dus die rolletjes gedaan had, Monique, en daarna nog eens een koffie had gezet voor ons, toen zei Jan en ik tegen elkaar, dat was wel heel leuk wat ze deed daar. Hè? En ik weet niet of het Jan was of ik, dan moet je me eens aan hem vragen. Zei, zouden we een stukje van Olga laten spelen? Zou dat iets zijn? En toen heb ik een hele dag testjes gedaan. En toen 1 dag met alleen alle mannen. Diezelfde avond kwamen dus Rob en Jan Wolkers en Gerard. En ik liet die scènes dus zien van Monique. En iedereen keek elkaar aan, het was helemaal stil. En het was zo van... Ja, en Rob was natuurlijk als de kippen erbij. Die zei meteen, oh, dan moet haar nemen. En dat is wel goed, dat is lef. Ja, bam, zo. En hij zei, dat is veel origineler. Want Willeke heeft al Mira gedaan. En dit is een jong meisje, dat kent niemand. En dat is spannend, enzovoorts. En wij allemaal, ja, maar we hebben het eigenlijk al aan Willeke beloofd. Zei hij, oh, dat fix ik wel. En ik kreeg op een gegeven moment een telefoontje van Ineke. En zei, wil je dan en dan in Amsterdam zijn, in Amerika, om het contract te tekenen? Toen zei ik, oh, wat leuk, voor welke rol? Ja, voor Olga. Dus dat wist ik tot die dag nog steeds niet. Nou, voor mij is het gewoon een rol die ik ga vertolken. Ik wil pretendent geen tweede Olga worden. Ik ben Monique van der Ven en dat hoop ik te blijven. En ik maar wachten. Dus ik bel naar Rob Hauer in Duitsland. Ja, zegt hij, ja, maar je vraagt te veel geld. Ik bied je 19.000 gulden. Nou ja, dan wordt er onderhandeld. En toen kwam er een enorme gage uit de bus, heb ik begrepen. Nou ja, voor mij was het een enorm bedrag. Wat kreeg je ervoor? 6.000 gulden. Maar toen werd ik afgezegd. Van, het gaat niet door. En toen dacht ik, ja, maar dat gaat niet zomaar. Ik heb Tita Tovenaar afgezegd. Nu heb ik dus niks. Aan de andere kant was het gewoon de beste beslissing, nietwaar? Het was gewoon interessanter. Het was... Monique was zo goed. En op zijn tijdmachine stond jouw foto, wist je dat? Ja. Die foto's van Pan Sok. Ja. Oh mijn god. Wat een mooie foto. En die stond bij Paul op de tijdmachine, denk je? Ja. Nou, dat weet ik wel zeker. Ja, het is wel hartstikke mooi, hoor. Het is echt hartstikke mooie foto. Jaren later. Jan de Bond en Paul Verhoeven, die waren op een feestje van het Nederlands Filmfestival. Beetje aangeschoten. Toen zei ze, je hebt nog iets te goed van ons, want het is allemaal niet leuk gegaan in de Turks. Ik zei, jongens, het is allemaal zo lang geleden. Ga ik helemaal niet meer over praten. En toen dacht ik, oh, maar Paul, je kan inderdaad iets voor me doen. Ik ben bijna klaar met mijn film De Vlinder tilt de kat op. Voordat hij op slot gaat, wil je komen kijken. Hij zei, waar ik ook ben in de wereld, ik zak naar beneden met het vliegtuig en ik kom. En heeft hij gedaan. En dat was toppie. Oké, ja, begin maar vast de start. Ja, kom maar. U weet toch wat u tegen haar moet zeggen, hè? En haar majesteit wordt het liefst aangesproken met mevrouw. Met mevrouw, ja, wat doet u mee? De cameravoering van Turks Fruit, die was nogal spectaculair. Ja. Dat... Wie is er opgekomen om het Jan zo te Bond. Doen? Ja? Ja.
Jan de Bont is inmiddels wereldberoemd regisseur en cameraman. Midden jaren 70 verhuist hij naar Hollywood. Megaproducties als Flatliners, Die Hard, Hunt for the Red October en Basic Instinct heeft hij van beeld voorzien. Na die successen begint Jan de Bont zelf te regisseren en maakt hij blockbusters als Speed en Twister. Maar zijn liefde voor de camera is altijd gebleven. A lot of the movies are in the nouveau, it watches a tableau and the tableau tells a story. Now this movie really moves you and helps tell the story by bringing the camera to a certain side, a certain angle, or focusing on things that you would never think about focusing on. And that makes it like a very unique movie. De eerste dag hadden we meteen ruzie. Ik zeg, nou, dan moet dit shot en dan doen we dat. En Jan zei, dat vind ik snel. Dus hij zei, godverdomme, dat is Jan Wolkers dit. Dit is godverdomme niet Albert Mol. Dit is Jan Wolkers, dit is anders. Dat is, moet je anders draaien. Dat moet niet zo van dit en dat en zus en zo. Daar word ik hartstikke gek van. Ik zeg, die camera die moet gewoon bewegen. Die moet, ik doe dat gewoon niet zo. Ik doe het zo, ik wil het zo doen. En ik zeg, nou, godverdomme, dat is niet waar, dat is fout. Ik wil het zo en ik ben de regisseur. S'avonds ben ik naar Rob toegegaan en zei, ontsla Jan maar. Ik kan niet met die jongen meer werken. Die heeft zo'n grote bek. Die denkt dat hij beter weet dan ik. No, that's the last thing you can do, for God's sake. How dare you take the camera off a tripod? I mean, it was shaking. I said, yeah, that's the idea, it's shaking. And or it was like, but you cannot pan very fast because it will strobe. So yeah, that's the idea. That really makes it look real. And that's what reality is about anyway. Als je zo draaide, dan hoorde je de camera. Dus bedoel, het geluid kon je weggooien. En alles opnieuw moest doen later. Rob dacht, nou ja, dat wordt alleen maar goedkoper ervan. Geen dolly meer nodig. Niks meer, nee. Rails kunnen naar huis toe. Geluid kan naar huis toe. Iedereen wordt een stuk makkelijker. De crew wordt kleiner. Dus die zei, nou Paul, dat kan toch best. Waarom niet eigenlijk? Niet meer? Ga eens met Jan praten. Kom, laten we even met z'n drieën gaan praten. Al pratende en doen en dan de volgende dag door, terwijl we aan het filmen waren al. Toen dacht hij, ja, Jan heeft eigenlijk gelijk. Dat is eigenlijk verkeerde stijl die ik gebruik. Ik was veel te truttig voor deze film. Dat moet veel rauwer. Daar heeft hij eigenlijk volledig gelijk in. But it was completely new. It was at the time was complete. Yeah, it was very fresh. And therefore I think the audience reaction was so strong and powerful because that they had never seen anything like it. You know. Ik herinner me nog dat we, toen we Turks Fruit maakten, toen zaten we met z'n allen, inclusief de editor Jan Bosdries, zaten we in München. Jan de Bont was er toevallig ook, want de film moest gegreed worden, weet je wel. De film was af en was gemixt. En Rob zei, nou ja, ik heb er niet zo goed over nagedacht, maar ik zie dat toch helemaal niet zitten, dat einde. Dat meisje doodgaat, nee, dat vindt het publiek niet leuk. Laten we dat er maar uithalen. Dat zei hij. Dat is de kern van het verhaal. Ja, en hij zei dat is te treurig. Dat stuk moet er gewoon eerder stoppen en gooi dat eruit. En dat was een hele crisis op die avond. En wij allemaal met al onze energie en alles wat we hadden gezegd over ons dead body, you know. Absoluut niet. Maar hij had de macht natuurlijk om het wel te doen. En praten en praten en praten. En uiteindelijk na uren praten was het dan zo dat erop zei, nou ja, laat ik maar zitten. Doe je dat? Mag eigenlijk niet lezen. Slecht voor mijn ogen. Doe het lekker toch?
Zal ik je voorlezen? Mm-hmm. Ik kan zelf ook heel goed lezen, hoor. Zijn gezicht was vlak bij haar. Haar adem... Zijn gezicht was vlak bij haar. Zijn gezicht was vlak bij haar. Ik kan mijn gedachten er niet meer bij houden. Ik dorst hem nauwelijks aan te kijken. Ik hou van je, zei hij. En jij? Liefste, zeg nou toch eindelijk dat je van me houdt. Ze keek hem aan. Toen kon ze niet anders dan toegeven. Toegeven aan de impuls van haar hart. Herinner je je van de première van Turks Fruit? Onvergelijkbaar met nu. Ja. Absoluut. Maar wat was geen verschil? Rode lopers, geen pers buiten. Nee, dat was inderdaad na de dingen stonden wij daar. En toen zijn er foto's gemaakt. Waar zat je? Weet je dat nog? Ja, volgens mij zaten we op het balkon. Dat hadden we een Royal Lodge. Midden. Ja. Ik herinner me dat ik heel hard rende. Ik was zo zenuwachtig en opgewonden. Nee, opgewonden is het goede. Ik was niet zenuwachtig, opgewonden. Van al die mensen. En het was een... Stem maar echt een waanzinnige ovatie. Ze huilende mensen. Mensen die op me afkwamen, om mijn nek vielen. En bedankt. En ik had het allemaal nooit meegemaakt natuurlijk. Ja, het was geweldig. Nederland was op dat gebied een ontwikkelingsland. We kenden helemaal geen klemmer. Ik bedoel, nu een filmpremière. Daar staan 20 camerateams, tientallen fotografen. Maar in die tijd helemaal niet. Ja. Je weet dat Rob mensen verplichtte in contracten om met jou te praten. Ja, dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Ja. En ik was de enige die dat niet in zijn contract had. Ik wilde nooit met jou praten, dat weet je. Ja. Ja. Dan kan je eens nagaan wat er allemaal gebeurd is sinds die tijd. Ja. Ja. Want hier zitten we toch. Henk van der Meijden is de godfather van de Nederlandse roddel- en glamourjournalistiek. Met zijn pagina privé in de Telegraaf brengt hij als eerste in Nederland de sterren van het witte doek bij grote groepen mensen thuis. Had Rob met jou een contract? Een contract? Ben je belazerd? Ben je belazerd? Dacht je dat Rob mij betaalde voor verhalen of zo? Nee, nooit. Nee, dat was kan me niet erger beledigen dan zoiets te suggereren zelfs. Maar. Nee, maar het was wel, waren wel gratis pagina's, hele pagina's. Ja, maar het waren fantastische verhalen. Dat Monique van de Ven, dus toen ze gekozen was voor Turks Fruit, op de voorpagina van de Telegraaf stond, met de ondertitel Dit is Olga. Nou, dat is toch wel even knap, vond ik dat. En hij heeft natuurlijk ook toen Monique de kop werd kaal geschoren, hebben Rob en Henk dat natuurlijk totaal uitgebuit allemaal. En Rob heeft dat allemaal verschaft. En die had ook voortdurend contact met Henk. En Henk had ook een directe lijn met Rob als er iets is. Als er dat is, even bellen. Ja? En dan werd dat allemaal gebruikt. Nee, Rob was er heel goed in. Dat moet ik hem gewoon nageven. Hij heeft dat heel goed bij elke film. En of hij het positief of negatief bracht, publiciteit was publiciteit, hè? Want ik herinner me ook nog wel eens een verschrikkelijk artikel over Keetje Tippel. En waar allemaal frictie op de set was. En dat gebruikte hij even makkelijk, hoor. Dat gooide hij ook zo op straat. Weer een volle pagina. Het eerste interview had met Monique van de Ven. Ook met René Soutendijk. Met Danny de Munk, om een ander te noemen. Daar heb ik allemaal de allereerste interviews mee gehad. En inderdaad, het eerste interview met René Soutendijk. Nou, het leek van een zwijgende zuster. Begrijp je, die was daar helemaal... Die denkt, wat maak ik nu mee? Want wij waren principiële acteurs. Praten met Henk van der Meijden, dat deed je niet. Dan moest ik echt... Contractueel werd ik daar aan gehouden. En dan zei ik ook van, ik wil liever niet. En nou, dat stond er gewoon in. Maar echt, met naam en toenaam met Henk van der Meijden, een pagina grote interview. En dan werd ik naar de Schielerbar gebracht. En dan wachten ze tot ik binnen was, met hem zat te praten. Ja, bang dat ik toch nog alsnog... Wat was de reden dat niemand met hem wilde praten? Nou ja, omdat we in een tijd zaten van actie tomaat, zou ik maar zeggen. Dat deed je niet. En dat was commercieel. Je was gewoon links toen. Ik was toen links, ja. Iedereen. Ik bedoel, men was links, die aan het theater was. Ja.
Waar hadden ze dan moeite mee? Wat? Ja, een Nederlandse soort chaîne hadden ze om, met hun, om zelfs met hun eigen levensverhaal in de publiciteit te komen. Ze wilden alleen maar natuurlijk praten over acteren en acteertechnieken en de klein spelen voor de camera en dat gelul allemaal. Maar ja, daar zit niemand op te wachten, begrijp je. Nee, ze moesten daar duidelijk aan wennen. Ze moesten opgevoed worden. En af en toe moest de zweep erover om ze op te voeden. Wat, ik bedoel. Wat voor zweep dan? Nou ja, even zeggen, jongens, het is belangrijk en anders maar niet. De eerste film was dus Turks Fruit, hè? Ja. Daar speel je de rol van Olga in. En die was 18 jaar. Nou, ik was 18 toen, of toen ik ervoor gevraagd heb. Ik werd 19 tijdens het draaien van Turks Fruit. Ik bedoel, ik heb al een paar keer voorgesteld dat Henk van der Meijden een gouden kalf zou moesten hebben. Wat ik dus echt vind. We hebben zoveel extra meegekregen van hem. Dat onze carrière, zeker de mijne en zeker heel veel regisseurs, ook Pim en Wim en zo, hebben zoveel aan hem te danken. Doordat hij van alles, van alles wat je deed, eigenlijk iets kon maken. Dat een grote foto en een groot artikel in de Telegraaf verschafte. En toen werd je ontzettend gebruikt met foto's maken in alle bladen, alle bladen, alle bladen. En toen had ik iets van, nog even en ik stop met dit vak. Want ik krijg geen cent. Ik haal 500 gulden per week bij de steun. Ik heb geen cent te makken. Ik ging ook kleren kopen op Waterlooplein. Ik kocht een zak voor 100 gulden. En er zaten wel 20 jurken in en die ging ik dan verstellen. En ik had voor 20 bladen 20 verschillende jurkjes aan. Naast Rob Hauer, Pim de la Parra en Wim Verstappen produceerde ook Rob Dumé zeer succesvolle publieksfilms. Meestal verfilmingen op basis van bekende boeken. Het bekende anekdote dat er eens een keer, geloof ik, ergens of bij Scope of bij Jan Blokken iets stond van Francis bezig om het boekenplankje van Rob Dumé te verfilmen. Ik heb het boekenplankje zelf nooit echt mogen aanschouwen, maar het waren wel veel van de titels die ik bedoel, Rinus Ferdinandus, Heer Heersma, Dimitri Frenkel-Frank. Ik bedoel, dat was echt. Ik wilde films maken. Een jaar niet op de set was een jaar niet geleefd. Als je kunt, weg. Naakt door de schutting. Daar merk je voor het eerst dat je denkt, nou, hij is in elk opzicht beter dan de inbreker. Technisch, qua licht, qua kleur, de cameraman, het geluid, de muziek. Alles is alweer verder. Naakt over de schutting was een absoluut een vervolg op dat gevoel van dit willen we nooit meer kwijt. Oké, lichte momenten van gêne als je in je eentje naar die film zat te kijken. Want dit was niet waarmee je ooit naar Rome was gegaan met Fellini en Antonioni en Visconti en blablabla. En allemaal nog steeds onder het motto van we moeten eerst het publiek vinden. En dan gaan we films maken die wij ook willen maken. In deze gouden jaren worden ook artistieke films gemaakt voor een veel kleiner publiek. Zoals deze film, The Family, naar een toneelstuk van Lodewijk de Boer. Godverdomme! Dat heb ik nou nog nooit meegemaakt, hè? Wat heb jij nou nog nooit meegemaakt, Kiel? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. De feest zonder gasten heb ik nog nooit meegemaakt. Heb jij dat wel eens meegemaakt, Gino? Nou, de hoortjes van Gino, die hebben dat nog nooit meegemaakt. Als je alleen maar artistieke films maakt, dan raak je je publiek kwijt. Dus eigenlijk artistieke films kunnen eigenlijk alleen maar leven niet in de schaduw, maar naast het feit dat andere films publiektrekkers zijn. Als er een gevoel is van Nederlanders van, oh, ik ga naar een Nederlandse film, dat wordt vast wel aardig, dan is het ook mogelijk om andere soort films te maken. Een van die films is Dakota, van Wim Verstappen en Pim de la Parra. Het was de achtste film of zo van Scorpio, of de zesde of de zevende. En we waren al een beetje aan het eind aan het komen van de samenwerking. En toen ik naar Curaçao ging, met de gewone KLM-lijnvlucht, dat was de dag nadat de Dakota van Schiphol was opgestegen. Dat prachtige vliegtuig dat ik op Wim's verjaardag in 1973 van Moorman Air heb gekocht voor $75.000. Dit is de Dakota die de hoofdrol speelt in te maken Nederlandse speelfilm. En daar zijn naam aan leent. De namen erachter, Pim de la Parra en Wim Verstappen.
Het is ook hun Dakota. Dat was Wim's grootste passie. Hij wilde eigenlijk piloot worden, of toch vliegen. En dat koppelde hij naar zijn eiland waar hij zijn hele jeugd had doorgebracht. En met zijn lievelingsacteur Kees Brussen. De Dakota speelt zichzelf. Dakota hebben wij gedraaid op Curaçao. Met een oude Dakota. Over een oudere piloot. Ik. Die met een oude Dakota vliegt. Dat zou ik niet meer moeten. Nou, een heel verhaal. Heel leuk verhaal. In het vliegtuig op weg naar Curaçao las ik Wim zijn script. Nou, ja. Ik vond er niet zoveel aan. En ik zie me nog daar op het vliegveld, op de landingsbaan. Olga Matsen, Wim Verstappen, Frans Rasker. Dat vliegtuig komen. Toen zei ik tot Wim, hey Wim, dat script, we moeten er wat aan doen hoor, want dat kan toch niet zo? Ik heb me toen niet bewust gemaakt van het feit dat ik het niet zo had moeten doen. En ik heb daarmee Wim een beetje ontregeld. Pim en Wim samen waren niet echt lekker. Die hadden de film daarvoor, was het niet lekker gegaan. En wij vlogen naar Curaçao. En daar heb ik vervolgens een maand met Rudolf Lucier werkeloos in een hotel gehangen, zonder dat er met mij gesproken werd überhaupt. Want ze wisten niet wat ze moesten draaien en er was ruzie en het script was niet klaar. En nou, dan draaiden ze maar wat shotjes met het vliegtuig, dat hadden ze gekocht. Het ging financieel heel slecht met Pim en Wim, deze film was heel erg duur. Wim kwam en die zei, Kees, we hebben Monique van der Ven gevonden. Ik zei, oh leuk, ik kende dat niet. We hebben Monique van der Ven gevonden, die gaat hem spelen. En weet je wat nog leuker is? Monique van der Ven is heel erg verliefd op Jan de Bont, de cameraman. En Jan de Bont op Monique van der Ven. En ik zweer Jeroen dat ik toen tegen Wim zei, dan kun jij de film vergeten. Wat hebben ze nog meer verteld? Dat ik in slecht gezelschap ben en dat mijn vergunning elk jaar vernieuwd moet worden. En als je nou eens heel snel heel veel geld verdient, kan je een vliegtuig kopen, kun je weggaan. Dit vliegtuig. Het was voor Jan de Bont best moeilijk dat hij op Aruba scènes moest draaien waarbij Monique van der Ven op de borst van Kees Brussen gaat liggen aan het strand en hem moet zoenen. En dan is het shot gemaakt en dan ging ze in de armen van de cameraman. Die cameraman is verliefd op zijn vrouw. Die is gefocust om alles op Monique te maken. Ook als ze niet in beeld is, maar Monique moet erin. En dat gaat problemen geven met jou als regisseur. Hallo Dick, hoe gaat het? Waarom vraag je dan? Iedereen weet toch alles van elkaar op dit eiland? En op een gegeven moment moest er een scène gedraaid worden met Monique op waterskies. En Jan met de grote cinemascoopcamera. Dat is een scènetje op die waterskies van 12 seconden, 13 seconden, 14. That's all. Wij gaan weg, Wim en ik. Jan gaat draaien met die grote cinemascoop. Ik vertel dat omdat je begrijpt dat dat redelijk duur is om daarmee te draaien. Wij komen na 3 uur terug en Wim ziet tot zijn verbijstering Jan de Bont nog weer. Nee, kom een beetje. En weer. Die waren al 3 uur, was hij aan het draaien op Monique in haar badpak. Dat werd dus verschrikkelijk, een slaande ruzie. Terecht. Wim, kom naar me toe. We moeten Jan de Bont ontslaan. Hier, teken. Ik zeg maar, wait a minute, man. Hoe bedoel je, we moeten Jan de Bont ontslaan? Ja, hij weigert de shots te maken die Olga hem opdraagt en hij moet ontslagen worden. Toen werd Jan ontslagen en toen is zijn assistent het verder gaan draaien. En toen zijn wij teruggegaan naar Nederland en toen kon ik alleen nog maar huilen. Nou, toen zei mijn dokter van, volgens mij ben je totaal overspannen. Tot Wim mij belde. En die zei, we hebben een probleem. Ik zei, wat is het probleem? Hij zei, Monique komt niet meer. Monique komt niet meer. Nee. Ja, ruzie. Jan de Bont en Jan komt ook niet meer. Ik zeg, wat nu? Maar dat kan toch niet? Hebben die mensen dan geen contract? Nee, man. Okay. Ik vind het nog belachelijk dat je dat kan. Ja.
Ik ben waarschijnlijk de enige producent op aarde die ooit een man van het talent als Jan de Bont heeft ontslagen, weet je wel. Dat is mijn grootste vergissing geweest. En Wim heeft toen met zijn broer, geloof ik, gedacht met zijn broer samen, scènetjes, heel slim die er nog waren met Monique en een dubbel. En die heeft een hele nieuwe film geschreven. Met gevolg, Jeroen, dat ik in de Martin Air hangar helemaal opnieuw die film in mijn eentje gespeeld heb. En toen kreeg ik een proces aan mijn broek van 500.000. Nou, ik was 21. Welcome to the cruel world. Film world, ja. Heb je dat proces gewonnen of verloren? Ja. Nee, dat heb ik gewonnen. Als de film geen flop was geweest, dan waren we niet uit elkaar gegaan. En het heeft mij heel veel tijd gekost om mij ermee te verzoenen dat hij van mij weg wilde. Omdat ik had gedacht, ja, waarom? We hebben even een beetje een dip. Nou, dan gaat het toch weer. Maar zo moest het zijn, toch? Ik heb veel van hem geleerd. Als je Pim en Wim vergelijkt met Paul en Rob, hoe zou je dat zien? Nou ja, dat is onvergelijkbaar. Want? Want Paul heeft zich gewoon echt ontwikkeld. Actie! Als je Paul zijn eerste filmpjes ziet en dan Floris en dan wat zie ik en dan Turks Fruit. Dan zie je een enorme ontwikkeling. En Pim en Wim bleven altijd gewoon op hetzelfde niveau. Die wilden ook helemaal niet anders. Die wilden altijd maar dit soort onzinfilmpjes maken. Waar gaan we in? Ja, in de actie. Daar zou ze. Ja, dat is moeilijk. Ik zie bij alle acteurs in Nederland die met Paul werken, dat ze hun beste prestaties neerzetten. Camera, Linda, 10 keer. Waarom brak je na Soldaat met Rob? Omdat hij eigenlijk erin geslaagd was bij de promotie van de film zich zo op de voorgrond te plaatsen alsof hij die film gemaakt had. Je weet dat zelfs Wim Verstappen al een artikel had geschreven na Turks Fruit in Vrij Nederland, waarin stond, wil de echte Paul Verhoeven ook eens een keertje opstaan? En er stond dan, ja, deze film Turks Fruit is natuurlijk gemaakt door Rob Hauer en Jan de Bont. Er is maar één manier geweest waarom ik heb kunnen bewijzen dat ik die films heb gemaakt. Namelijk door naar Amerika te gaan. Zo zie ik het dus. Als ik bij Rob was gebleven, dan was het altijd Rob Hauer gebleven. Maar het feit dat ik naar Amerika ben gegaan en daar het succes herhaald heb, dat heeft de mensen eigenlijk tot de conclusie gebracht dat ik ze toch wel best gemaakt had. Als Rob genereuzer was geweest en slimmer, dan hadden we met z'n drieën nog heel veel Nederlandse films gemaakt. En heel veel goede Nederlandse films gemaakt. En met het vertrek van Paul Verhoeven naar Hollywood kwam er een einde aan een ongekende bloeiperiode. In die gouden jaren ging liefst 20% van alle bioscoopbezoekers naar een Nederlandse film, een ongekend percentage. En door dat succes was er een heuse speelfilmindustrie ontstaan. Met bijzondere regisseurs, met creatieve cameramensen, met goede, vakbekwame geluidstechnici, belichters, gaffers en zelfs met eigen filmacteurs en filmsterren. En tot op de dag van vandaag plukken we daar onze vruchten van.